Zoals jullie zien, Rick en ik gaan nu FIFA spelen. Ik heb er wel ongelooflijk in. En die Rick is weer zo'n type. Wij gaan nu een prinkheid halen met Jasmijn. Een zus van Rick heeft dat. Wat gaan we doen? Kan je vertellen? Vertel. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik heb lekker een bakje koffie gezet. Nou, we kunnen eerder zeggen latte macchiato. En lekker rode rolgordijnen open gedaan. Wat ik nu ook nu ga doen is, wat ik elke dag doe, is eigenlijk vlog editen. En lekker erbij radio luisteren. Maar wat ik één ding wat snel wil zeggen is, dat ik hier ongelooflijk blij ben met deze shirt. Hoe ik het gedaan heb. Heb je dit gemist? Wil je weten hoe ik dit gedaan heb? Kijk dan sowieso de vlog van gisteren. Want dan heb ik het uitgelegd en laten zien dat ik gemaakt heb. Dus. En dan ga ik nu lekker editen. En wat ik ook nog even snel wil zeggen. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En vast blauw duimpje achterlaat. En gaan we een hele leuke dag van maken. Dus we gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren. Of ik ga er iets leuks voorbij verzinnen om het leukste van te maken. Dus blijf in ieder geval kijken. En ik heb hem ook daarop gehangen, de shirt. Maar ik ben ongelooflijk nog steeds blij met de shirt die ik gemaakt heb gisteren. Nogmaals, baby shirt, heb je die nog niet gezien? Check hem even. Vlog van gisteren. En dan kun je hem weer checken. Dus ik ben er wel ongelooflijk blij mee. En laat mij weten in de reactie. Ik zit nog even te stoeien met mijn waterkan. Zo. Want ik wil even het water vullen. Maar ik ben echt nogmaals, wat ik al zei, ik ben er super blij mee. Laat even weten in de reactie wat jullie van vinden nogmaals. En of ik dit vaker moet doen natuurlijk. En voor mensen die denken, Sander, je hebt toch Q&A aangekondigd. Ja, klopt. Ik moet die nog opnemen. Kan ik je zeggen, ik kan eerlijk. Ik ben toch gewoon een type ervan. Maar ik ga nu even lekker mijn koffie weer drinken. En dan klaar om naar werk te gaan. En ik moet nog ook eten halen voor vanavond. Maar dat komt al helemaal goed. Dus gaan we sowieso even vanmiddag uit mijn werk gelijk wat halen. Maar nu even lekker nog wat koffie. En dan klaarmaken om de richting werk te gaan. Ik heb er super veel, niet echt zin, maar moet wel gebeuren. En wat heb ik lekker geslapen met die radio-shirt trouwens van gisteren. Voor mensen die het nog niet weten, ik heb gisteren mijn Google Home bij mijn bed nou neergezet om lekker kunnen slapen. En ik merk gewoon dat ik veel beter heb kunnen slapen. Ik kan veel beter slapen dan met muziek. Hoe dat komt, geen flauw idee. Misschien omdat ik er gewend aan ben natuurlijk. Maar ja, nu maar even wat normaal even klaarmaken om lekker richting werk te gaan. En dan net ook lekker wezen editen. Super blij mee. Helemaal gelukkig af. Ik ben benieuwd wat eigenlijk de rest van de mensen die ik ken wat van vinden van deze shirt. Dus. Maar ja, ik zit er denk ik zo'n rolgordijn open doen. Ik wacht nog even, want ik ga nog weer lekker YouTube kijken. Een paar uurtjes, een paar minuutjes. En dan richting werk. Dus. Maar ja, nu lekker nog koffie drinken. En dan lekker naar werk toe. En toen was het al 6 uur geweest. Ja, geweest. En heb ik lekker pizza lekker in de oven gedaan. Lekker van genieten. Dus ga ik daar ook lekker van eten dadelijk. En dadelijk ook een stukje snijden. Dadelijk er ook tijd halen. En ik heb ook net sinaas gehaald. Maar ik zit te denken, ik heb elke keer, ik weet niet of het voor jullie herkenbaar is. Of ben je naar school geweest, of ben je naar werk geweest, wat dan ook. Ik heb altijd zo vaak, kom ik thuis, moet ik naar de C. Wauw, ik weet niet hoe dat komt, maar oké. En ik heb even lekker sinaas gehaald, die ga ik even lekker sinaas drinken. Is even lekker. Vind ik altijd lekker, gewoon een chinasje. En dan ga ik tussentijd met eten erbij lekker YouTube kijken, wat ik heel vaak doe. Vandaar dat zonscherm ook de rolgordijnen nog naar beneden zijn. Dus vandaar weten jullie dat ook. En dan ga ik nu even verder kijken met YouTube en daarna met eten erbij. Zo, ik heb lekker eten op. Oh, was even lekker. En ik probeerde net Rick te bellen. Het neemt zich gewoon niet op. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar geen flauw idee. Rick, waar hang jij het? Ik weet niet of het voor jullie herkenbaar is. Maar ja. Het kan zijn dat hij even wat te doen is.
of wat dan ook. En ik even een plaat spoelen. Oh, het was wel even lekker pizza. Ik weet niet, je bent echt pizza verslaafd. Dat denk ik. Dus ik lekker YouTube kijken, blijf altijd af en toe even hangen voor de computer. Terwijl ik eten al een tijdje al op heb trouwens. Dat heb ik wel vaker. Heb ik eten al een tijdje op. Zo. Maar ik spoel wel dat het zo voor de zekerheid ga ik er nog even over hebben. Waarom ik afspoel? Ik spoel eigenlijk af. Dat juist niet blijft plakken altijd de eetwaren. Want als je laat zitten, krijg je zo ongelooflijk moeilijk vanaf. En wat ook moeilijk vanaf krijg is dat je niet meer van je drinken vanaf blijft. En ik neem wat lekkers mee. Al is het al 8 uur. Ja, bijna 5 minuten is al 8 uur. En ik heb geprobeerd te bellen. Dus ik weet niet wat hij aan het doen is, maar ja, het zal wel. Ik ga nu even lekker zien als je drinken. Het is eigenlijk een hele kleine mini blikje, maar ja. En ik kan vertellen, ik heb hem morgen wat laten horen aan jullie. Maar dan moet ik even toestemming vinden van een vraag. Ik ga niet zomaar iets gebruiken wat niet mag. Maar dan ga ik even aan iemand vragen die ik ken. Dus laat ga ik dat sowieso even. Zoals jullie zien, Rick en ik gaan nu FIFA spelen. Ik heb er wel ongelooflijk zin. En die Rick is weer zo'n type. Geef mij een zakdoekje. Ben je klaar voor? Ja, zo doe je bij de hand. Hè? Ja, ben je er klaar voor? Ja. Om te verliefje? Nee. Gaat niet gebeuren helaas. Nee? Is er niet? Dat ik gewoon goed ben. Zo, Rick en ik gaan allebei FIFA spelen. Ik ben Manchester City en Rick is Dortmund. We gaan kijken wie er gaat winnen. Dat gaat sowieso ik worden. Dus deze zakdoekjes kan breken bij jou. Dat gaat wel niet. Ja, kan die? Dan gaan we de beste in. Maar dan gaan we. Dan gaan we. Slecht verrijsje gevonden. Uh-oh. AD. Welkom in het Signaal Iduna Park. Ik ben publiek. Oeh, wat toevallig. Daar komt de kans op. Ah! Jongen, bijna 1-0. Bijna. Bijna ging niet die kant op. Mooi joh, bijna. Oh. Hoppakee. Hoppakee. En koud in die handel. Oeh. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Hoppakee, daar gaan we weer! Daar gaan we weer! Ruimte in en heeft alle tijd om voor te zetten. Hoppakee! Sterling, die maakt die voorzet af. Ah! De bal komt zo naar de keeper. Verdorie! Sterling! Oeh! We krijgen een corner van Manchester City. City! City! De Bruyne kiest voor de lange variant. Oeh! De bal niet naar beneden koppen. Hij verbaast me niks. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar... We zijn jouw kansen, Rick. Ik weet niet of ze hebben getraind op dode spelmomenten. Maar als dat zo is, zijn wij er van terug te zien. Is nog even warm worden. Axel, Witzel. Oh, gaan we zo spelen. Kom maar, Rick. Kom maar, leef maar in. Leef maar in. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Oh! Zo, dat was je eerste kans. David Schultz. Oh, jongens. Dankjewel, jongen. Hoppakee, lekker keeper. Wat gaat hij doen? Zelf op avontuur geeft hij de bal af. Tuurlijk. Zelf op avontuur, jongen. Hoppakee, keepertje. Gaan ze hier de leiding nemen? Goeie ingreep van de keeper. Oeh. Jij trapt in hem. Een goede ingreep, maar de bal gaat over de achterlijn. Oh. Ja. Corner? Ja. Maar jij raakt in hem? Nee. Guerrero brengt de bal in. Oh! Een ontvolging uit die corner, maar de bal gaat er niet in. Als we zo komen... Ja, je krijgt het wel, hè, meis? Ja, ik krijg het wel warm, Er had wel iets beter getraind mogen worden op de counter, maar nu is de bal voor de tegenpartij. Ah! En die bal is opgeruimd. Zomaar de bal bezit weggegeven, het lijkt wel amateurvoetbal. Nou.
houd toch om met je amateurvoetbal. Hey, scheids! Nou, niks! Nee, scheids uit, joh. Wat een gek. Ah, dat is niet meer te doen. Ik zit die kloot hier, man. Wat ben ik ook eigenlijk allemaal doen? Uit voor mij. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. 3 minuten, man? Zet je hart weer om. Ah, shit. Kom op. Scheiter, hij ook rust. Ja? Manchester City zal ongetwijfeld de een en ander te horen hebben gekregen in de kleedkamer. En trapt af hier voor de tweede helft. Ja, nou, het kan echt beter. Ik vind het jongen. Nee, jongen. Hij zal er wat uit. Nee, jongen. Brengt de bal in de 16. Ai, ai, ai. Kevin de Bruyne. Oh! Jongens! Bedankt aan het houtwerk even, want anders was het een goal geweest. Nee. Voorsprong komt vanzelf wel. Bijna 1-0 op de lat gewoon. Zullen we het aluminium? Zelfs op FIFA denken ze dat latje kick is. De bal stroomt ergens in. Kutje. Die bal is voor de tegenpartij. Hij heeft gespeeld. Mooi in de loop gegeven door Silva. Oh nee! Jongens! Nog steeds 0-0, hè? Ja. Het blijft maar spannend, dus. Zeg dat wel. Maar ik ben benieuwd voor de kijkers. Spelen jullie ook vaak FIFA? Ja of nee? Oh, daar is hij dan hoor. Gelukkig wel even. Ik ben benieuwd op deze zaak. Alsjeblieft, jongetje. De doelman zat er niet helemaal. Nu ben ik er klaar mee. Kut, sorry. Dankjewel. Dankjewel, ja. Ja. Kut. Ah. Ah, joh. Ah, nee, jongens. Oh, rust, rust. Je kan het er gewoon uit, jongen! Je kan het er gewoon uit! Boom! Ah, joh. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Oh, joh. Oh, joh. Ah, bij het spel zat ik. Volging van Aguero. Ja, natuurlijk. Aguero, kom op, man! Als je de kans krijgt en zoveel schendt het toch niet, jongen. Ja, muis. 87e minuut! Kom op, man! Ik heb je gewaarschuwd. Voor mij moet ik zelf nog inkomen. Ik heb altijd een wedstrijdje nodig om in te komen. Dus ik krijg hier ik zeg hier en daar revanche. Nee, jongens! Sterling, een laatste stuiptrekking nog en als ze nog lang. Hey, scheids! Wanneer zeggen? Nee, joh! Wat is dit dan weer? Te bereiken, de verdediging ruimt op. Ja hoor! Dat is het laatste tijd. Fluit je af bij een stukje. Borussia Dortmund met de overwinning aan de haal gaat. Hoe doe je dat? Hoe? Oh, fuck jou. Ja, dat is het risico van vier wedstrijden. Je kunt ze ook verliezen. Revanche, ja? Daar gaan we, tweede wedstrijd. Bal voor het doel. Oeh! Stop al hier. Zo jammer. Oh, nou weer. We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. Dat is goed. De Lemi. Hallo. Als je voor jou is, is het goed, hè? Guerrero. Hallo. Ja, dat is ook goed. Hens? Helemaal niet. Ja. Ah, de kopsterke spelers zijn binnen. Lange bal in de 16. Doei. Opgeruimd, denken ze in de achterhoede. Ja, wat denk jij dan, hè? Hij redt het halve veld over. Ja, voor hoe lang? Sergio, volging van... Oh, jongens. Yo. Beetje, ik wist het. Mario Götze. Ai. Ai, ja, rennen. Oh. Nee jongens, die geschieten tegenstander aan die keeper. Wat een gek. Goede ingreep van de keeper. Mijn hart. Het is niet goed voor mijn hart. Die paas wat onderschept. Ja, goed zo. De bal wordt voor het doel gebracht. Lekker keepertje.
Oh. Zomaar het balbezit weg te geven. Lijkt wel amateurvoetbal. Het is helemaal geen amateurvoetbal. Amateur. Wat ben je? Bernardo Silva. Ja, ja. Hoppakee. Ah. Ja, dat bedoel ik. Wat is het nou voor een verdediger? Er is iemand mee. Ja joh, ben je voor een verdediger? Oh, dan kom je trucjes hoor. Oh, nou ben ik wel. Oh, god. Rick komt eraan hoor. Oh, god. Zal maar bang zijn, ja. Hoppakee. Adios. Je zakdoekjes liggen daar zo. Hoppakee, alweer. Nee, we moeten het afmaken. We moeten het afmaken. 1-1. Kom op. Bam. Kom op. Hey! Ja, je raakte mij! Ja. Met die speler! Rommel. Hoe ben je? Het wordt een korte variant. Geintje. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Daar krijg je een antwoord. Rood, 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 rood! Nou, is dat wat? Komen. Jongens! Slaat hij in de steek, meisje? Ja! Slaat hij zeker in de steek! Daar komt de voorzet bij de eerste paal. En zo! Hij slijt naar binnen. Bernardo Silva! Ja! Put your power! Wat zeg je nou? Put your power! Vlaat je deuntje nou, power? Is dat patje power? Kijk, ik kom terug! Boom! Nee, jij weer. Zakdoekjes liggen daar. Nog niet. Nou, dat gaat zo meteen wel gebeuren voor jou. Ja, voor jou. Ja. Love City, Willow. Love City, Willow. Go City, we love you. Hé joh. Nou. Hier met die bal. Oh, gelukkig, goed zo. Dankjewel, jongen. Oh mijn god, kom op. Lekker. Juist, weg nou wezen, wegwezen. Want je hebt een speler achter je aan. Hoppakee. Voor uitgooi van mij. Dankjewel. Doei. Als ze niet te lang wachten. Ja. Kom op. Ja. Wat ja. Ja. Dat is spannend, joh. Ja, dat was spiegel. Deze! Wat is dit nou weer? Doe zo groot is het, doe ook weer niet, hoor. Ja, dit ziet er toch niet echt lekker uit. Kijk hoe over je schiet. Je denkt, dit doel is heel groot. Hey, toch, schiet maar even naar de maan, joh. Oh, dat was het. Ja. En heb je maal gevonden? De extra tijd bedraagt 3 minuten. Zo hard schoot je ook weer niet. Ja? Zo hard schoot je ook niet. Of dacht jij, ik ga proberen uit het stadion te schieten? Dat vind ik wel leuk. Hoppakee. 1-1 gewoon. Ik maak er gewoon 1-1 van, jongens. Ik maak er gewoon 1-1. Zullen we de eerste helft, hè? Ja, we zeggen niks. Ja. Kom maar op. En trapt af hier voor de tweede helft. Nee, jongens. Aan de bal onderschept. De Bruyne ingreep door de keeper. Hier zien we de mooie traptechniek van Zil. Daar... Nee, jongens. Zo, waar schiet jij heen? Ja, niet goed. Het lijkt wel een voetpijl. Dat zag ik ook wel. Kan niet missen. Nee, ik kan inderdaad niet missen. Oeh. Dan kan het spoken worden doel, hoor. Blijf te werken. Ejo. Juist. City op de vleugel. Aguero in het midden. Oh! Was hij zat, hè? Hij heeft nu alle ruimte voor een goal. Was hij mooi geweest? Ai. Echt met die bal, jongen. Hoppakee. Je wordt echt helemaal gek, volgens mij, of niet? Sterling. Nog lang niet. Opgeruimd staat netjes, denken ze. Nou hoor. Ik heb het nog. Kevin de Bruyne. Silva. Ja! Dat is nummer 2!
Nou, die zag ik toen scoren wel heel dichtbij. 57e minuut. Ja, maar er komt nog nummer 3 aan, hè? Maar dat weet jij nog niet, maar ik weet het wel. Ja. Doei. Zo. Adios. Ah, te hard, jongen. Hé, hey, jongen. Hoppakee. Ik ga wel spelen. Nee, jongen. Rick, waar ben je? Rick, waar ben je? Ik zag je niet, waar ben je? Lijkt wel dat ik in mijn eentje speel. Rick, waar ben je? Keepertje. Oh, daar ben je, ik zag je al. Oh, nou zie ik je weer. Waar was je nou de hele tijd? Oh, daar ben je weer. Eindelijk, je bent weer terug. Waar staat hij dan, joh? Jeetje, man. Slapen, hè? Ik kan het wel begrijpen. Ze staan allemaal achter mij, natuurlijk. Juist. Lekker keepertje. Lekker, jongen. Lekker. Lekker. Ga met die banaan. Nee, dat weten we. Want ik ze voor. Zeg het even. Voordat je het vergeet. Vergeet niet zo snel dingen. Nee, toch niet, joh. Ai. Hoppakee. Hoor de Brune, jongens. Hoppakee. Nee. Hoppakee. Wat zei je? Poffedorie. Wat zei je? Poffedorie. Nee, dat was het niet. Kom ik, hoor. Kijk uit, hè. Succes. Oh ja, de Duitsers, hè. Laatst op het laatste kwartiertje. Ja. Ik ga voorzetten niet meer doen. Ja, dankjewel. Doei. Nou, muis, 2 minuten nog. Dat wordt dan wel spannend. Oh! Gelijk spel. Wat doen we? Ja, jij wil nog steeds een revanche, dus... Verlenging meenemen? Ja. Verlenging. En daarna, als het doorgaat, penalties. Het is wel andere wedstrijd dan de eerste, hè? Huh? Wel andere wedstrijd dan de eerste. Ja. Werk je wel. Wat is dit, jongens? Voetbal. Fijn dat je het even zegt. Wat is dit nou, heel? Ja, jij raakt hem aan. Nee. Ah, papa Dolly! Nelmus! Ja, heel. Ja, een corner. Is ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, dan je maar. Doei! Oh! Ja! Serieus. Een kubbel. Nee, Jos! Wat een kubbel! Oh, god. Dit was de eerste helft. Oh, spannend. Dan gaan we. Tweede verlenging. Nou toch, niet lang meer op zich laten wachten. Nou, het lijkt me wel. Ga ik nou eindshot maken? Maak ik de einde van? Maak ik de einde van? Alcacer Garcia. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Verlenging 2, jongens. Ja, dat was heel spannend. Wat denk je? Grapjas. Ik vermoed eerder penalties. Ja, ik ook. En dat ik de penalty win.
Doet hij het? Nee. En rustig de wedstrijd uit te spelen. Ik kan niet spelen. Ik kan niet meer spelen. Huh? Voor mij is je uitgevallen. Team kiezen. Team kiezen. Huh? Dit is echt vreemd. Dat is het enige waar je kan zitten. Probeer nu eens. Kan je ook even spelen of niet? Sterling. Ik kan niet meer spelen. Misschien is dit de laatste echte kans die ze nog over hebben. Want dit ben ik niet. Vind ik ook niet. Voor een bal in de 16 meter. Met zulke aantal. En met al bejaagd op de tribunes. Ik ging bijna lachen, joh. Ja, dan kan je beter uit laten spelen. Ik kan niet meer spelen, mensen. Hij is door aan de zijkant en kan nu voor. Dat is raar. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. Terwijl dit helemaal aan staat. Ja. Kijk maar, ik doe niks. Sterling, nu terugleggen. Dit is echt heel vreemd. Ja. Nou, dan waren de laatste paar seconden, maakt niet uit voor mij, hoor. Als ik maar win. Lijkt me als dan ten dat ik hier aan het spelen ben. Lastig, hè? Dan ik voor de 3-3. Dat is het laatste fluitsignaal. Wij gaan nu een prinkheid halen met Jasmijn. Een zus van Rick heeft dat. Wat gaan we doen? Kan je vertellen? Vertel, tegen de kijkers. Je gaat haar terugbellen en dan? En we gaan, of moeten we het dan maar zien? Hoi. Hallo. Wil je mij misschien terugbellen? Wat? Je krijgt geen bal goed meer. Hoe bedoel je? Ja toch, oh god, ja die camera natuurlijk. Oei, oei, oei. Ja, maar ik heb geen beltegoed meer. Dus kan je me even terugbellen? Hoe kan je nou geen beltegoed hebben, man? Je hebt toch een abonnement? Je trapt er ook nog in, ook hè? Nog een keer rood bellen, blijf bellen, is leuk. Dankjewel. Gaat voor jou belt goed af en niet hier van mij. Die gezicht! Ja. Frank. Zie je die gezicht van de rook, hè? Hoe is het met kneusje? Druk. Dat was even lekker potje FIFA met Rick samen. Het is een hele lange tijd geleden dat ik weer potje FIFA heb gedaan met Rick. Het is echt ongelooflijk lang geleden. Ik zou niet eens durven zeggen hoe lang het geleden was. Daarna hebben we ook even met Jasmijn zitten bellen zoals jullie hebben gezien. Net. Maar het was echt super gezellig om lekker FIFA te spelen. Ik heb dat echt ongelooflijk gemist gewoon. FIFA spelen. Eindelijk na lange tijd weer lekker FIFA gespeeld met Rick samen. Maar ik ga dadelijk ook lekker klaarmaken om even dingen hierop te paar dingen even te doen nog. En dan ga ik ook nog YouTube kijken nog eventjes. En dan voor de rest zie ik nog wel. Misschien dat ik die naar bed ga, maar dan ga ik nog even kijken. Ik ga lekker me afsluiten, lekker mijn bedje opzoeken. Want het is weer klaar van vandaag. Ik ga lekker mijn bedje maar opzoeken. Lekker YouTube gekeken. Misschien ook nog wel een beetje YouTube nog in mijn bed gaan kijken en daarna lekker echt gaan slapen. Maar het is nu al einde van vandaag. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden.
En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou zo super tof zijn als jullie beneden abonneren. En zeg ik alvast veel kijkers in Groene Hill Vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ga even naar mijn kast, want ik wil iets uitproberen. Ik zie dat heel veel mensen doen. Ik dacht, laten we dat ook even een keer doen. We moeten een zwarte shirt hebben in ieder geval. Kijken of ik een zwart shirt heb die ik bijvoorbeeld nooit meer draag.